Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven Nederland, maar in het noordoosten is ook een beetje groen zichtbaar, daar bracht de zon soms door. Vanavond sluit het wolkendek weer grotendeels en nog steeds kan er vooral de oostelijke helft van het land af en toe motregen vallen. Temperaturen 5 à 6 graden vanavond en in de nacht dalen ze tot 4 à 5 graden. Spatje motregen blijft mogelijk en de wind neemt in de loop van de nacht iets af. Morgen overdag houden we nog steeds de aanvoer van wolkenvelden. Heel af en toe kan weer de zon doorbreken, want wolkendekken overheerst. Met name in het oosten weer een spatje motregen, maar minder vaak denk ik dan vandaag. De temperatuur loopt op naar zo'n 7 à 8 graden. In de nacht na nou woensdag passeert er een hoge drukgebied en dan gaat woensdag de wind uit het zuidoosten waaien en die voert wat drogere lucht aan. In de loop van de woensdag breekt de zon door. En ook donderdag en vrijdag hebben we perioden met zon. Het blijft al die dagen droog en de temperatuur ligt tussen 5 en 8 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.